Hoi allemaal, ik zal me even kort voorstellen. Mijn naam is Brigitte, 25 jaar en ik heb een relatie met Mark. We wonen samen in de provincie Utrecht. Ik hou van alles. Ik hou van computeren, tv-series, films, gamen, hardlopen, fotograferen, op vakantie gaan. Ik heb heel brede interesses Vandaag en wilde ik ik het ben graag hebben aseksueel. over Iets persoonlijks. Dat is namelijk mijn aseksualiteit. En voor de mensen die niet weten wat aseksualiteit is, dat is als je geen seksuele aantrekkingskracht voelt naar mensen. Het kunnen mannen zijn, vrouwen, transgender. Gewoon eigenlijk, je voelt je gewoon tot niemand seksueel aangetrokken. Gewoon, punt. Dat kan betekenen dat je daarnaast ook helemaal niks met seks hebt. Dus je kunt het vreselijk vinden. Maar er zijn ook seksuelen die het gewoon helemaal geweldig vinden. Maar daar hoor ik persoonlijk niet bij. Voor mij kan hele seks gebeuren gestolen worden. Nadat mijn eerste relatie uitging, die duurde ongeveer 3 jaar met een man die niet aseksueel was, werd ik actiever op het AVEN-forum. Dat is eigenlijk het forum voor Nederlandse aseksuelen, waar we advies geven, bijeenkomsten organiseren, maar ook over dingen die niks met seksualiteit te maken hebben praten. Gewoon een hechte groep. En daar kwam ik een paar berichtjes tegen van een ander lid, een man. En het vond ik wel erg leuk. En toen besloot ik me op OkCupid in te schrijven. Dat is een datingsite. Volgens mij alleen maar het Engels, maar het kan ook zijn dat het ondertussen al het Nederlands verkrijgbaar is. En daar kon je ook heel veel vragen beantwoorden. Ook heel veel vragen over seks. En en dan kun je zeg maar zien welke mensen het best bij je matchen. Aan de hand van de vragen. Ze had die man van het forum er ook een account aan gemaakt. En toen bleken we ongeveer 98% te matchen. Toen besloot hij meer vragen te beantwoorden. En toen bleken 99% te matchen. En toen besloten we dat het toch wel leuk zou zijn om een keer af te spreken. Zijn we vervolgens naar Eindhoven op eerste date gegaan. En het klikte meteen heel goed. En nu, 8 maanden later, wonen we samen. We hebben het hartstikke leuk. Hebben geen seks. Willen we allebei niet. Totaal geen behoefte aan. Maar voor de rest, onze relatie is gewoon een complete wat relatie. is nou een voordeel van als aseksueel persoon een relatie hebben met een andere aseksuele persoon? Nou, voor mij het belangrijkste is, je weet gewoon van elkaar dat je niet hoeft te verwachten dat de een opeens naast je bed staat en zegt: schatje, zullen we het eens gaan doen? Want het is alweer een maand geleden. Daar hoeven we niet bang voor te zijn. We weten gewoon dat er helemaal niks gebeurt. Kunnen we gewoon gezellig samen op de bank gaan liggen, films kijken. Niet bang hoeven te zijn dat we daarna iets moeten gaan doen. Allemaal dingen waar ik me als aseksueel persoon in een relatie met een seksueel persoon wel zorgen over maakte. Dat is gewoon seks helemaal niks voor mij was. En het is gewoon zo'n opluchting dat het allemaal nou niet meer hoeft. Dat we gewoon een mooie, sterke, fijne relatie hebben. Alles mee aan gebeurt wat normaal koppel, normaal, andere koppels ook mee aan Doen meedoen. alles wat andere stellen ook doen. We vinden het leuk om te knuffelen, samen op de bank te hangen, tv-series te kijken, spelletjes te spelen, zoals bordspellen als bijvoorbeeld op de PlayStation. We doen leuke dingen. We gaan naar de meetings van het Avondforum. We zien de toekomst er zonnig in. En hoe kwam ik persoonlijk nou achter dat ik aseksueel was? Ik merkte al vroeg dat ik wel anders was dan anderen, zeg maar. Vooral op tijdens mijn eerste studie recreatie hadden mijn klasgenoten het echt constant over seks in de pauzes, tijdens de lessen. En ze vroegen ze ook aan mij van, ja, wat had ik al gedaan en hoeveel mannen had ik al gezoend? En dat waren dus echt gewoon nul. En dat leek me ook niks, dat leek me vies en waarom zou je dat willen, et cetera. Dus ik viel er een beetje buiten. En dat was dan in 2006 tot 2010. Toen was ik 16 tot 20. En ja, op mijn 21ste geloof ik, wilde ik toch wel een relatie eigenlijk. Ja, ik had nog niet eerder een relatie gehad. Maar ik wist ook niet echt hoe ik daarmee moest beginnen. Dus had ik me aangemeld bij pepper.nl. En toen was het al snel raak. En uiteindelijk heeft dat dan 3 jaar geduurd. Ook even de reden waarom het uitging was omdat ik aseksueel was. En mijn toenmalige partner had een hoger libido dan mij.
Dus ja, hij is nu ook heel gelukkig met een ander meisje. Dus ja, ik gun het hem echt. Tijdens de relatie ja, ging toch wel steeds meer op inzet zoeken van wat is er nou mis met mij? Ik bedoel, waarom kan ik niet zoals die anderen zijn en gewoon seks hebben en het leuk vinden? En toen kwam ik eigenlijk achter de term asexualiteit. Maar ik hield het toch een beetje op de achtergrond zo van ja, waarom moet ik nou weer zo speciaal zijn en... Waarom kan ik nou niet gewoon normaal zijn en toch een beetje doorgesukkeld in de relatie? Ja, toch wel lid geworden op het avondforum, al wat stoom eruit gelaten allemaal. Maar ja, uiteindelijk is het toch op de klippen gelopen. Maar uiteindelijk ben ik wel blij dat dat gebeurd is. Op het avondforum plaatsen ook regelmatig reporters en journalisten oproepjes voor interviews. Kan zowel in een tijdschrift zijn, in een krant, op tv. Zo zijn er af en toe mensen... te zien op programma's. Wow. Zo hebben leden meegeholpen aan een artikel in het NRC Handelsblad. Had iemand meegedaan met Je zou het maar hebben. En meerdere programma's en artikelen. En zelf heb ik ook in twee tijdschriften gestaan. De Quest en de Viva. En dat was een heel spannende ervaring. Gewoon zo persoonlijk zijn. En dat komt allemaal te staan in een blad dat heel veel mensen lezen. En het artikel in de Viva en het artikel in de Quest waren ook de populairste artikelen van het hele blad, volgens Blendl. Dus dat betekende ook nog eens dat het meeste gelezen werd, ook online. Daar heb ik toch wel verrassend weinig reacties op gehad eigenlijk. Wel dat Quest had op Facebook het artikel geplaatst en er waren wat lullige reacties, maar ook gewoon supporting reacties. En het grappigste was ook, een ex-klasgenoot van mij had dat artikel dus gezien. En die had ook echt geplaatst van, oh arme Brigitte, ja, we hadden het altijd over seks en zo. Dat zouden we niet gedacht hebben van, wat een club hier. Dus daar moest ik wel om lachen. Hoe kwam ik nou eigenlijk uit de kast als asexueel? Nou, dat was eigenlijk, tijdens mijn relatie met mijn ex schemerde ik wel wat door af en toe. Qua opmerkingen, als we een tv-programma zaten kijken of zo, als er bij seks zijn en voorkwam van, moet dat nou en dergelijke. Ja, en toen hadden mijn ex en ik ruzie en toen kwam het eigenlijk zo uit dat ik tegen mijn ouders zei, ja, dat gaat gewoon niet lang, ik ben asexueel. Dat ze eerst zoiets hadden van, wat is dat? En stuur je niet zo aan en hou zo lief, het is zo'n lieve man en zo allemaal. Ja, toen had ik iets had van, hallo, ja, je moet mij toch steunen. Het was net zo kunnen zijn dat ik zei dat ik lesbisch was of zo. Toen hebben we het er eigenlijk over gehad. En ja, was het daarna eigenlijk een beetje, niemand praatte erover. Totdat ik het interview accepteerde voor de Quest. Ja, toen moest ik toch wel zeggen van, kom maar in de Quest. En heel veel mensen gaan dat lezen en in de Viva. Dus ja, dus toen ben ik eigenlijk wel echt definitief uit de kast gekomen. En ik had op Facebook een berichtje geplaatst dat ik asexueel was. En heel veel goede reacties opgekregen van vrienden. En mijn oma weet het, mijn oude collega's weten het, mijn vriendinnen de meeste weten het. Niet meer denk ik wou snel dat ik het ook zeg of zo. Ik doe het niet, ik hou het niet achter. Ik bedoel, ik schaam me ook totaal niet voor. Ik ben hoe ik ben en ik kan niet veranderen. Dat zou ik ook niet willen. Ik ben gewoon hartstikke blij nu met mijn leven, hoe het nu gaat met mijn relatie. En dat ik gewoon open en vrij kan zijn, dat ik niet... Het hoeft te doen alsof of het allemaal mij wat boeit, want dat doet het niet. Dus ja, het is een heel vrij gevoel dat ik dat nu zo kan zeggen ook, vooral op camera ook. Dus en via het forum worden ook regelmatig bijeenkomsten georganiseerd. Zo had ik ook één zelf georganiseerd, was erg geslaagd. En zo hebben we ook in andere cafeetjes meetings gehad. En we hebben ook een asexuele salon in Nijmegen. Er is informatie te vinden op het avondforum. Er is een link in de beschrijving. En daar kunnen mensen heen gaan die zeker weten dat ze asexueel zijn. Die nog twijfelen. En gewoon verhalen willen horen van anderen. Ervaringen willen uitdelen. Een ei kwijt willen. Dat kan daar gewoon allemaal. Dus kijk vooral op het forum als je geïnteresseerd bent. En het is altijd heel gezellig. Dus... ik hoop veel mensen daar te heel zien. Heel veel mensen denken dat je als asexueel niet zou masturberen. Nu is dat bij iedereen anders. Veel mensen hebben geen behoefte aan. Er zijn ook gewoon heel veel asexuelen die het wel doen.
En de reden daarvoor is, het is voor hun echt iets fysieks. Het heeft eigenlijk niks met aantrekkingskracht naar anderen te maken. Het is gewoon puur het gevoel wat fijn is, waar ze zeg maar ontspannen van raken. En het is toch je eigen lichaam. Dat je aseksueel bent betekent niet dat je niet verliefd kan worden op andere personen. Alleen het verschil is dat je verliefd wordt en dat heet dan romantische aantrekkingskracht. En dat is totaal iets anders dan seksuele aantrekkingskracht. Romantische aantrekkingskracht is als je iemand leuk vindt, je wil graag erbij ze zijn, alles over ze weten. Maar het lichamelijke aspect hoort er gewoon niet bij. En zo zijn er ook mensen die aromantisch zijn. Die hebben die gevoelens dus helemaal niet. En die hebben meestal ook geen behoefte aan de relatie. Of anders alleen aan de relatie gewoon voor een partner van steun en toeverlaat. Maar die verder geen lichamelijke nabijheid willen. Als je als aseksueel uit de kast komt, dan denk je waarschijnlijk van, nu moet ik altijd alleen blijven. Waarom is er iets mis met mij? Nou, dat is dus niet, er is niks mis met je. En er zijn ook heel veel aseksuele mensen op de wereld te vinden die ook op zoek zijn naar een partner. Wat je bijvoorbeeld kan doen is een oproepje plaatsen op het Avent-forum. Of je kan je bijvoorbeeld op OkCupid aanmelden. Al die vragen over seks beantwoorden zoals jij erover denkt. En dan beter die matcht. Of je kan het gewoon op een datingsite meteen zetten van ik ben aseksueel. Dat betekent ik heb geen behoefte aan dit en dat. Ik voel geen seksuele aantrekkingskracht. Vind je dat niet erg? Stuur me dan een berichtje. Daarnaast is het ook wel leuk om naar bijeenkomsten te komen. Misschien ontmoet je daar wel iemand waarmee het goed klikt. Hoe kan je een aseksueel persoon herkennen op straat? Nou, eigenlijk niet. Want we zien er net uit als echte mensen, geloof het of niet. Er is niet iets raars wat ons van de andere mensen onderscheidt. Wat misschien leuk is om te weten is dat eigenlijk een soort teken van de aseksualiteit community is een zwarte ring om de rechter middelvinger, zoals dit. De aseksuelen die dat doen, dus een zwarte ring om de vinger dragen, die doen het eigenlijk om een identiteit te laten zien aan de wereld. En daarnaast ook misschien gelijkgestemde te ontmoeten. Dat iemand die ring ziet en die weet betekenis erachter en dan denk je, hey, heb je toch een aanknooppunt. Ik ben zelf vroeger naar de seksuoloog geweest bij PsyQ. Alleen in die tijd dat ik daar onder behandeling was, had die vrouw eigenlijk nog nooit over aseksualiteit gesproken. Ze had het ermee over van, ik moest me oefenen, het komt wel. Echt heel stomme dingen die aseksuele mensen echt niet willen horen. Want dan weten ze gewoon helemaal niks van. En toen ben ik daar ook snel gestopt. Want aseksualiteit is gewoon niet te genezen. Het is geen ziekte. Het is net als homoseksualiteit. Gewoon een geaardheid. Is aangeboren, het is niet te veranderen. Niet met een pil, niet met therapie. Zijn er nou nog dingen gewoon die je graag van me wil weten? Laat ze dan achter in de comments en zal ik ze in de volgende video beantwoorden.